VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van VVV TV. Afgelopen vrijdag verloor VVV in eigen huis teleurstellend van FC Dordrecht. En dus is er genoeg na te bespreken met onze hoofdtrainer Rick Kruis. Hij blikt uiteraard met een ontevreden gevoel terug op vrijdag. Ik vond de eerste helft erg teleurstellend. Ik vond dat we heel zwak waren aan de bal. Ik vond dat we niet de juiste ruimtes hebben gevonden tijdens de wedstrijd. We hebben te weinig gedaan om aan de bal te komen in het laatste gedeelte van het speelveld. En ja, daar was ik wel heel teleurgesteld eigenlijk over. De tweede helft was een stuk beter, creëer je ook een hoop kansen. Maar dan nog heb je een paar hele slordige momenten dat je de tegenstander eigenlijk in de wedstrijd laat. Terwijl ze voor stonden, maar ik bedoel eigenlijk kansen weggeeft aan hen. Dus al met al hebben we helaas niet het publiek kunnen vermaken. En dat zit me wel dwars. Wat heb je in de rust gezegd? Nou, ik was heel boos. Omdat ik heb gewoon weinig lef en initiatief gezien. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ik bedoel, je speelt in een hartstikke leuk stadion waar de mensen volle bak achter je staan. Dan is het helemaal niet nodig om zo angstig te spelen. En dat hebben wij wel gedaan. Het was natuurlijk een hele andere soort wedstrijd dan dat we de laatste wedstrijden gespeeld hebben. We hebben bijvoorbeeld in de tweede helft 80% balbezit gehad. Maar ook aan de bal moet je lef hebben. Je moet lef hebben om vrij te komen. Je moet lef hebben om de bal ook in de dekking durven vragen, ook al staat de tegenstander helemaal terug. Ja, dat hebben we gewoon nagelaten. Dat was in de tweede helft wel beter, toch? Ja, dat was een stuk beter, tuurlijk. Je creëert een goede kans, dan moet je ook scoren. Ik denk vier echt grote kansen. Hè. Jacuro, Daan Huisman, Levi Smans twee keer. Nou ja, goed, dat er niet in gaat, dat kan. Alleen geef je nog steeds te makkelijk kansen weg. Dus al met al was het een vervelende avond en niet een goed signaal naar onze supporters. Ook voor middenvelder Mitchell van Rooyen was het een teleurstellende avond. Ondanks dat hij weer eens in de basis mocht beginnen. Ja, dat is heel lekker. Alleen had je wat anders van voorgesteld. Wilde graag winnen, jezelf laten zien. Dat is net niet gelukt allemaal. Wat vond je van je eigen wedstrijd? Ja, had je meer van verwacht. De afgelopen week heb je hard geknokt en gestreden om weer terug te komen. Om in de basiself. En dan wil je graag jezelf en het team helpen. En dat is helaas niet gelukt. Wat vond je dat er beter had gemoeten dan? Nou ja, we hebben een bepaald plan en als dat plan op een gegeven moment niet werkt, dan moet je zelf ook initiatief nemen en zelf meer de bal gaan opeisen, zeg maar. En dat heb ik ook een beetje nagelaten, dus dat is minder. Hoe train je er dan op wat te verbeteren nu deze week? Nou, daar train je dagelijks op. En kijk, ik denk dat de grote lijnen van hoe we willen spelen duidelijk is. Alleen is er wel een verschil tussen dat wat je in de training brengt, dat moet je ook in de wedstrijd kunnen brengen. Ja, die vertaalslag moeten wij nu maken. Ik zie goede dingen op de training. Daar hebben we geen kloot aan op het moment dat we zo in de wedstrijden spelen. Dus laat dat even duidelijk zijn. Vanavond kan VVV de nederlaag tegen Dordrecht alweer van zich afzetten als het aantreedt in de Toto KNVB-beker. De amateurs van VVV Dongen zijn vanavond de eerste tegenstander in het bekertoernooi. Is het lastig om zo'n wedstrijd tegen amateurs te spelen? Het is niet lastig. We moeten daar gewoon heen gaan om in de koker te zitten en meer niet. Kijk, natuurlijk weet je dat je tegen een tegenstander van een lager niveau speelt. Maar het mag geen sprake zijn van onderschatting. En wij moeten gewoon ons eigen ding doen, zelf gaan voetballen. En dan met onze kwaliteiten dan moeten we winnen. Je wil de volgende ronde halen. Het zal waarschijnlijk heel moeilijk worden om te winnen. Dat gaan we wel proberen natuurlijk, maar anders hoef je helemaal niet te gaan. Maar het zou mooi zijn als we een keer een goede wedstrijd hebben tegen een mooie tegenstander. Want daar worden jullie als team ook weer beter van. Ja, tuurlijk. Dan kan je voelen hoe het is om daar tegen te spelen waar je eigenlijk naartoe wil. Bijvoorbeeld tegen Ajax. De volgende wedstrijd na de beker is Jong Ajax. Ja. Wat is dat voor tegenstander? Goede tegenstander, een ploeg die makkelijk voetbalt met veel talentvolle jongens. Ja, die volle bak moet je er zijn, want anders krijg je een moeilijke maandagavond natuurlijk. Ga je dan anders zo'n wedstrijd in tegen zo'n jong ploeg? Nou ja, goed, je weet wat hun kwaliteiten zijn, je weet wat je eigen kwaliteiten zijn. En je moet uiteindelijk proberen vanuit je eigen kwaliteiten die van hun onschadelijk te maken. En dat vergt heel veel discipline, dat vergt heel veel kracht. Maar je weet ook dat daar wel degelijk mogelijkheden liggen.
ja, er lopen allemaal talenten, dat weet je. En wij moeten daarin ook in de duels hard zijn. En ons eigen spel moet veel beter. We sluiten deze uitzending af met een bezoekje aan onze pedicure Eline. Spelers kunnen bij haar terecht voor problemen met hun voeten. En wij keken mee bij haar werk. Wat doe je precies bij VVV? Bij VVV ben ik bezig als pedicure. Ben ik om de week ongeveer om de spelers te helpen om mijn voeten eigenlijk in goede staat te houden voor een goede wedstrijd. Dat houdt in helpen bij de nagels knippen of zorgen dat nagels niet ingroeien. Voorkomen dat ze blaren krijgen. Eigenlijk allemaal kleine dingen om te zorgen dat ze zo goed mogelijk het veld op kunnen. En hoe belangrijk is dat voor voetballers? Persoonlijk denk ik dat dat heel belangrijk is. Hun voeten zijn toch eigenlijk hun werk. Dus ik denk dat je wel het veld op moet kunnen gaan. En vertrouwen hebben in het materiaal, zeg maar, in waar je mee bezig bent. Dus als jij dan loopt met een pijnlijke voet, dan denk ik niet dat jij een hele fijne wedstrijd speelt. Zelf veel vertrouwen hebt om het veld op te gaan. Wat zijn dan bijvoorbeeld klachten die voetballers vaak hebben? Vooral het begin van het seizoen zie ik veel voetballers voorbij komen met blaren. Die dan net weer nieuwe schoenen hebben of nieuwe sokken hebben. Die daar last van hebben. Het kan ook zijn dat ze in het begin van het seizoen weer wat meer eelt krijgen. Omdat ze even op een andere manier weer hun lichaam belasten. En daar kan ik ze dan bij helpen om te kijken wat voor hen nodig is. Heb je ook veel spelers die elke keer terugkomen en die heel, heel blij met je zijn? Meestal als ik er ben, dan krijg ik wel van een aantal spelers te horen: fijn dat je er weer bent, want het is weer nodig. Er zijn er een paar die er niet zoveel last van hebben, die wat jonger zijn, die nog niet zoveel aan hun voeten hebben. Maar over het algemeen krijg ik toch wel veel de opmerking van: het is fijn dat je er weer bent. Hoe lang ben je dan ongeveer bezig met één speler? Het is heel wisselend. Soms als ze alleen voor een klein dingetje binnenkomen, dan kan het zijn dat ze binnen 5 minuten weer buiten staan. Anders, ik denk tussen de 20 en de 30 minuten ongeveer. Nou, dat was weer voor vandaag. Succes donderdag. Tot de volgende keer. Dankjewel. Top. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.